De Verenigde Staten heeft niet alleen aan Suriname gevraagd om enkele Afghanen op te vangen. Dit verzoek is ook gedaan aan andere landen in de regio. Woorden van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren in het parlement. Hij gaf aan dat de handelwijze van de VS een gebruikelijke aanpak is. De bewindsman zegt dat Suriname tot nog toe geen besluit heeft genomen over dit vraagstuk. Ook haalde hij aan dat het aantal Afghanen niet bekend is. Met betrekking tot hoeveel personen, ik heb reeds aangegeven, het gaat om enkelen. Dat is het verzoek. Dat betekent nog niet dat dat effectief zo zal zijn. Wij moeten nog zien of er überhaupt Afghanen komen. Dat zal afhangen van de beoordeling en of men zelf geïnteresseerd is. Dus dat proces is gaande van het bespreken van wat wel en niet kan. Wij zullen de Nationale Assemblée uiteraard blijven informeren over deze aangelegenheid. Ik begrijp de aandacht die ervoor is. Er is ook gevraagd in welk kader past dit. Dit past in het beleid van elk land om humanitair beleid uit te voeren. Ramdien wees er ook op dat een land niet zomaar een verzoek van een bevriende natie kan afwijzen. Hij benadrukte dat Suriname ook een land is dat van tijd tot tijd ondersteuning nodig heeft. En dan verwachten we dat die ondersteuning er komt. Zo zijn er ook andere landen die verwachten dat wanneer ondersteuning wordt gevraagd, dat die ook in overweging wordt genomen. En dat is precies hier het geval. Wij moeten uitkijken ons niet te gaan isoleren in een situatie waarbij wij alleen ontvangend zijn, maar nooit bereid zijn te geven. En zeker wanneer het gaat om humanitaire aangelegenheden. Dat is een principe van de buitenlandse politiek en het maakt je acceptabel en respectabel in de wereld. Uiteraard, het moet beoordeeld worden. Het moet binnen een bepaald kader plaatsvinden. Uiteraard moet het ook zo zijn dat de voorzieningen er zijn. Maar het principe dat je uit humanitaire overweging in overweging neemt een verzoek om personen die in een moeilijke situatie verkeren buiten hun schuld om die mogelijk op te nemen in je samenleving, dan is dat juist iets dat positief wordt beschouwd. Ramdien wees erop dat de samenstelling van een groot deel van de Surinaamse bevolking gebaseerd is op migratie.